Hey gozers, vandaag heb ik een hele nieuwe video. Ik heb een MX vs ATV Unleashed de gameplay. Ik had wel zin om weer een nieuwe gameplay te doen. Check of cheated van de week heb ik gisteren weer geüpload. Natuurlijk hartstikke vet. Ik heb het geluid even uitstaan, want normaal staat het altijd een beetje hard. En dat is een beetje irritant voor jullie. Want dan kunnen jullie mijn stem haast niet meer horen. Maar dat maakt mij helemaal niks uit, want ik ga vandaag gewoon lekker gameplay doen. Jullie zien een beetje het hoofdmenu. Maar ik ga lekker freeride doen. Even zien. We gaan Desert Oasis nemen, want mijn laptop is te snel voor de andere. Desert Oasis neemt niet zoveel in. Ik ga vandaag eens lekker raar doen. Ik ga een ATV nemen en ik ga even mijn vehicle mooier maken. Deze is wel vetter. En die doe ik een ander kleurtje. Ja, dat vind ik wel vet. Ja, oké. Dan ga ik mijn rider even customizen. En doen we zo. Yeah. Die is heel vet. Yes. Noem maar even mijn eigen naam. Een armor. Alleen. Nou ja. Hoe dan ook. Number. Doen we lekker de 8. Want dat vind ik een. Oh, what the fuck. Dat is mijn lievelingsgetal, hè? De 888. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon mijn lievelings. Gameplay dus met een ATV. De meeste mensen doen altijd motorcycles, maar ik ga lekker met een kot. What now? Een ATV is op zich ook wel zo vet. Tuurlijk niet zo vet als MX, maar dat maakt niet uit. Want ik ben niet zo'n quad fan. Alleen je kunt er alsnog wel vele. Oeh, stripper. Ik ben er inmiddels alweer een stuk beter in geworden dan eerst. Dat is natuurlijk wel logisch, hè. Mijn first gameplay, check die ook even. Is ook MX vs ATV natuurlijk. Dat is wel ook een goede video. Deze video is gewoon gameplay. Met commentary. En lekker weinig geluid. Dan kun je mij nog wat beter horen. Want bij mijn meeste video's hoor je mij niet zo goed. En ik wilde ook een keer wat meer zeggen en wat sneller praten, want de meeste YouTubers hebben dat ook en dat is nog wat professioneler. Meestal zeggen die YouTubers niet hun tips, maar ik wel. Ik zeg gewoon wat mijn verbeteringen zijn. Misschien hebben jullie er later ook nog wat aan. Want de meeste mensen die veranderen het gewoon uit zichzelf en zeggen dat er niet in de video, maar ik doe dat wel. En er is een goalpunt met de rugby, want ik hoor mijn vader op de achterkant keihard schreeuwen van yeah! Ja, precies. Maar nee. Ik vond het zelf ook een beetje onprofessioneel als ik gewoon zo weinig praat. Weet je wel, jullie hebben altijd... Ja, het is wel vet op zich. Zo praat ik meestal, maar dit keer praat ik wat sneller, want dat is professioneler. En dat heb ik nu al 10 keer gezegd, maar dat maakt niet uit. De meeste YouTubers hebben dat ook, alleen er worden de video's lekker kort van. Ik wilde de video's een beetje lang maken, maar ik heb wat meer geleerd om het meer te kletsen. Een echte YouTube-kanaalhouder gebeuren zou dit echt nooit zeggen, maar ik doe dat wel. Want als jullie een YouTube-kanaal hebben, dan hebben jullie misschien nog wat aan... Want ik kom iedere keer achter nieuwe dingen en tips. En ik heb ook een andere vriend. Dat soort dingen. Die vertellen mij allemaal tips. En dan wordt mijn kanaal beter van. En dan krijg ik meer views van. Check mijn intro. Dat is ook vet. Representeert mijn kanaal. Maar in de meeste video's geef ik al een keer een tip weer. Dus weer een reden om mijn video's te gaan kijken. En het first ATV gameplay unleashed. Mijn computer is er nog steeds niet. Ik vind het wel jammer. De computer die ik op Marktplaats wilde kopen, die had... 8 gig RAM, 1000 gigabyte, 4G HZ met processorsnelheid, volgens mij een quad-core, ik weet niet zeker meer. En een GTX 550 Ti 3 gigabyte videokaart. Dat was een goede computer voor 200 euro, best wel goedkoop. Marktplaats natuurlijk, ook check op Marktplaats. Dan vind je de hele goede PC's en speakers zetten en weet ik veel wat. Maar die blijkt dus gewoon, ik heb hem al 3 keer gemaild, want ik wil echt op mijn YouTube kanaal betere video's gaan maken, wat meer games. Alleen, dat wilde hij niet doen. Dus dat vind ik heel jammer. Maar ik heb dus nu geen PC. Ik deed nog steeds mijn game laptop. Of geen laptop, ik heb geen game laptop. Maar dat maakt niet uit. Ik heb wel Intel Core i5, dat is wel een voordeel. Voor de rest zit er echt geen zak op. Maar ik heb gewoon... Op mijn laptop zit ik nog... Al mijn video's op mijn kanaal heb ik tot nu toe op mijn laptop gemaakt. Hey. Dat wisten jullie misschien niet. Maar dat is wel zo. Dan op een hypercam eerst, dat was ook al falend. Ik heb de meeste video's van mijn hypercam heb ik verwijderd en nu neem ik op gewoon met fraps. Dat is ook een stuk beter. Ik race nooit met een ATV.
Tussendoor. Nee, ik race nooit met een ATV. Ik meestal met MX, want daar heb je wat meer stunts mee. Maar op een ATV kun je de meeste stunts op een MX ook doen. Die op MX doet ook. Zie je, je kunt gewoon alles doen. Dat is echt raar hoor, maar eigenlijk is een ATV ook best wel stoer. Want dan heb je meer grip op. Je kunt beter sturen en alles, want je hebt vier wielen natuurlijk. En je kunt dezelfde tricks doen. Zie je, je kunt gewoon wip. Je kunt gewoon alle stunts doen. Je kunt alleen geen stopjes doen zoals normaal. Ja, mijn moeder staat hier te roepen dat ze weer thuis is, maar ik let er even niet op. Want ik ben wel bezig met de video. Dat vind ik natuurlijk niet leuk als mijn moeder erin komt, dus ik doe het even. Dus dit is niet mijn eerste gameplay. Nee, dat wilde ik niet zeggen. Ik wilde helemaal niks zeggen. Ik heb gewoon opgenomen. Ik heb gewoon aangezet. Ja. Zoals jullie zien ben ik er een stuk beter in geworden. En ik heb de controls veranderd naar mijn eigen smaak, zodat het dat beter is. Want eerst vond ik de controls een beetje irritant. Maar nu gaat het prima. Het is een soort van GTA-site, een beetje van achteren. Doe ook Untamed, Reflex en Alive. Dat zijn ook allemaal van MX vs. ATV. Dat zijn goede video's. Ik bedoel, games. Veel. Nee, maar. Unleashed is de eerste volgens mij. Ik weet niet zeker. Het is wel de slechtste. Bij de meeste heb je wel betere graphics nodig, maar ik kan alleen dus deze spelen, want die required het minst. En dat vind ik wel heel jammer. Eigenlijk. Ik kan maar één track. Dus al mijn MX vs. ATV video's komen op Desert Oasis. Ik weet niet of jullie dat balen vinden, maar als ik een computer heb, dan ga ik natuurlijk Unleashed op meerdere tracks spelen, want dan kan dat wel. Hard attack. Maar dit is de enige keer dat ik een ATV doe. Ik ga ook nog een keer een buggy laten zien. Een Sandrail, geloof ik. Die is ook wel vet. Maar voor de rest ga ik gewoon met een MX. Want dat is al het meest coole motor. Of het meest coole voertuig in dit spel. Kun je ook het best handelbaar. En dus snel. Want deze is wel een beetje lomp en breed natuurlijk. Dat kan heel irritant zijn. Nou. Dit is dan weer een gameplay. Ik maak een beetje korte gameplays. Want ik heb niet zo'n zin in van die lange dingen. Ach, godverdamme, hangt iets uit te horen. Maar goed. Dit was Callum Armor. Met een nieuwe video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Alsjeblieft, rate, subscriben, liken. Alles abonneren als dat kan. Kijk mijn intro, want dat presenteer ik mijn kanaal. Dus er zit wel een vette video op zich. Als een meest succesvolle. Nee, is niet meer succesvol. Nee. Sinterklaaspelletjes zijn. Woord mag ik eigenlijk. Nee, Sinterklaaspelletjes zijn gay. Moet je ook even checken. Want die heeft 600 views. En dat is mijn meest succesvolle filmpje. Maar dat maakt mij helemaal niks uit. Want ik maak gewoon betere gameplays dan dat. Dat is met Hypercam opgenomen zonder commentary. En dan ook nog eens falend aankleden. Hoe kan dat ooit het verst meest zijn bekeken? Oh ja, ik ga je nog even een glitch laten zien. Wacht even hoor. Is de final stunt of the day? Ik ga even een glitch laten zien. En zometeen wordt heel ver weggeschoten. Yeah! Woehoe! Yeah! Oh shit! Mensen, dit blijft leuk. Echt waar, dit. Nou, dat was de glitch. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, want ik vond hem grappig. Voor meer video's, glitches, allemaal van dat soort dingen. Ga abonneren, want ik upload elke week sowieso 4 of 3 tot 4 video's. Dus je verveelt je nooit met mijn kanaal. Nou moet je hier op Spinning Records eigenlijk abonneren. Het is best wel slecht dat ik dat nu zeg. Dat je niet op iemand anders moet gaan abonneren. Dat is niet zo dat ik minder abonnees krijg of zo. Ik ben geen competitie tegen Spinning Records natuurlijk. Maar zij uploaden om de 3 uur wel eentje. En dan staat je hele pagina vol met Spinning Records. En dat vind ik heel. Ik ben geabonneerd, want ze zetten leuke tracks op internet hoor. Dat is punt. Nee. Maar ze uploaden zoveel. Echt. Het is wel goed dat je veel uploadt, maar. Echt serieus, ze uploaden wel 5 video's per dag. En dat gaat me echt te ver, dat duurt te lang. Je hebt je hele pagina. Je ziet Banjo Movies heeft geüpload. En dan Spinning Records, Spinning Records, Spinning Records.
Pro Gamers Online heeft gereageerd op spinning records, spinning records, spinning records, spinning records. Alleen maar spinning records, want ze uploaden zo vaak. En vaak hebben ze ook, ze liken ook alle video's en van liedjes en zo. Gadverdamme, het is echt irritant. Alleen maar spinning records. Ja. En volgens mij is dat ook niet één iemand. Het zijn gewoon allemaal zo'n hele crew. Dus dat gaat me echt te ver, maar goed. Dus Calamarmer, abonneren, duimpjes omhoog. Gameplay. Like MX vs. ATV ook. Ga het spelen, ga het downloaden. Maakt niet uit welke versie. Untamed, Unleashed, Alive, Reflex. Maakt mij allemaal niet uit. Maar ga het lekker spelen en veel plezier ermee. Dit was Kellen met een nieuwe video. En ik zeg doeg!